Marco, 2-1 nederlaag tegen AZ. Een wedstrijd met twee gezichten volgens mij. Ja, inderdaad. Ik denk de eerste helft een heel ander gezicht als de tweede. Maar je staat toch met lege handen, ja. Hoe kan dat? Dat het zo'n verschil was. Want de eerste helft was 1-0 voor AZ. Maar als het 3-0 had gestaan, had jullie eigenlijk niks kunnen zeggen. Nee, inderdaad. Ik denk dat we de eerste helft veel te slap begonnen. De duels wonnen we niet. En we zetten niet als geheel druk, waardoor hun er heel makkelijk doorheen speelden. En ja, daardoor waren de tweede ballen ook moeilijk te bespelen. En die waren meestal dan voor hun. En daardoor kwamen ze goed in de wedstrijd. De eerste helft, daar ontbrak het zeker aan de, zeg maar, een half uur voor rust. Daar ontbrak het aan vastigheid. Aan vastigheid van als team zijnde of vanuit de defensie. De aanval zoeken of volledig al heel snel de press spelen. Nou, en daar zat geen balans in. En daar denk ik wel, dat is de basis waardoor we vandaag hebben verloren. En na 10 wedstrijden de eerste nederlaag, wat pijn? Ja, een nederlaag doet natuurlijk altijd pijn. En we hebben uit 5 keer gewonnen en je wil thuis die reeks doorzetten om ook te gaan winnen. En ja, dat je dan verliest de eerste keer zoals u, ja. Ik vind wel dat we een uitstekende tweede helft hebben gespeeld, hoor. En het was aantrekkelijk, er zat drive op. Alleen soms was het een beetje te gehaast, waardoor de te veel mensen soms uit de positie gingen lopen. En, ja, dan creëer je soms ook wel dat er een counter voor hun open ligt. En, nou, dat is wel voor verbetering vatbaar. So, Gael, you made your debut in de Eredivisie. How was it? Well, a bit disappointment because of the result at the end, but it's my first game, so I hope to play more in the next weekends or next games. Ja, kijk, dit is een jongen die is een talentvolle speler die nog wel heel veel tijd nodig heeft, denk ik, zeker in fitheid. Hij heeft laten zien dat een talent is, dat hij een actie heeft, dat hij goed kan voetballen en dat hij voor ons zeer bruikbaar kan gaan worden, maar. Ja, dit is voor mij is het prettig, want er komt weer concurrentie bij. En dat houdt iedereen denk ik alleen maar scherp.